Dus we kunnen ervan uitgaan dat ik er niet meer ben. Hij zegt dat iedere keer, maar je weet niet wat er nog allemaal in de techniek mogelijk is. Misschien vriezen we hier wel in of zo. Ja, dat zou kunnen. En dat ik dan tegen 2070 ooit hoor. Het hem. kunt u mij horen? Hé, hey, er ligt een uh, duidelijk klimaatplan van het kabinet. Nou, ik moet zeggen, het kabinet heeft flink doorgepakt ondertussen. Vorige week signaleerde al wel dat, hij, dat er deals in de maak waren. En dat Rutte opgewekt gestemd was. En wat kunnen wij uit dit alles afleiden? Dat nou, het kabinet vast voor plan is om te blijven zitten. En dat het kabinet vast voor plan is om geen verkiezingen te houden tot het echt noodzakelijk is. Ondanks uh, het tegenstrubbelen van uh, de CDA. Ah, ja hoor, dat is, Wat dacht je nou? Dacht je nou echt dat het CDA, ik weet niet of je naar de cijfertjes hebt gekeken, nu. Parlementaire verkiezingen zou willen? Nee. Nee, dat, dat is wel nee. het laatste wat ze willen. Maar ze willen wel even laten zien, jongens, we nemen het serieus. Ja, precies. We slaan oh, met die vuist op tafel. Is, wat is het typische voor de politiek, dat je, dat je ambivalente geluiden maakt? Ja, maar heeft natuurlijk toch geen, totaal geen zin. Dit gaat ze niet brengen, wat ze nu oh, hebben gedaan. Dat nu. denk ik ook niet. We hebben al eerder geconstateerd dat dit schip zoveel water heeft gemaakt dat het naar alle waarschijnlijkheid zal zinken. Kan eventueel tijdelijk op een zandbank worden gezet, maar. Historisch gesproken is het voorbij met het CDA, dat denk ik wel. Al moet je daar ook weer enorm mee uitkijken. Precies, He. als ze om zich terughalen. Denk, denk aan Pim Fortuyn, iedereen denkt: oh, Pim dit en Pim dat. Maar de grote profituur natuurlijk van Pim Fortuyn Balkenende, Jan-Peter Balkenende. Die ja. ja. is ja, acht jaar minister-president geweest. Misschien geen grootste minister-president, maar goed. Pim Fortuyn niet, Balkenende wel. Wat vind je van die klimaatplannen, als je die zo bekijkt? Ja, dat vind ik eigenlijk hetzelfde als van alle klimaatplannen. Dat ik graag eh, over, eh, misschien kunnen we dit over tien jaar nog eens vragen, hoe het uitgepakt heeft. Ik begreep dat er nog scherpere cijfers in zitten voor 2030. Ik ben dan altijd bezig met, met tellen en rekenen. In 2030 dan ben ik, even kijken, ben ik 86. Dus dat zou ik strikt technisch nog goed kunnen meemaken. Dus vraag het meteen, ZT, of onze podcast ook nog loopt. En over zeven jaar, daar heb ik mijn twijfels over. Nou, dan hebben ze een AI-model. wat op basis van jouw stem gewoon iedere dag een podcast produceert, denk ik. Ja, dat stond in, 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 hoe heet het, op de voorkant van de New York Times. Een, een, een leuk dingetje waarbij. Uh, hoe heet het? Chat ook weer Shakespeare moest schrijven. Nou, maar het probleem is dat, dat het wel. Het, het leert snel, maar het laat ook na vijfduizend pogingen. Was ik van die tekst niet onder de indruk, maar goed. Hey, maar 122 maatregelen, laten we er gewoon even eens een paar uithalen. Uh, Jette, voor wie dit natuurlijk heel belangrijk is, samen met D66, die zegt... nou, de komende jaren gaat Nederland er veel groener uitzien. En de vervuiler, dat is een beetje het centrale thema, die gaat betalen. Nou ja, we weten allemaal wie de grootvervuilers zijn. Die zul je op een goede dag natuurlijk aan moeten pakken, maar dat is een heel lastig probleem. Wat doe je met Tata? Daar werken wel uh, duizenden mensen. Vandaar ja, dat het toch iedereen weet hoe, hoe vervuilend Tata is. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de vervuiling die gewoon aankomt waar je uit het buitenland. Daar kun je bar weinig aan doen, in principe. Maar wij kunnen. Ik, het lijkt mij dat ook op, op dit terrein. Eh, kijk, ook hier zie je weer iets wat zich in Nederland voortdurend voordoet: de wonderlijke suggestie dat wij een soort dorp zijn, wat, wat afgesloten is van de rest van Europa. Ja, die je maar wat aan. Een beetje, een beetje Obelix en, en Asterix en Obelix. Hè? Dat was ook zo'n dorp ergens in het punt van Normandië, als ik het me goed herinner. En Nederland reageert vaak zo. Dat je denkt van, wat is dit nou voor lulkoek? We zijn gewoon in een grote regio, maar niet veel meer dan dat. Van in een veel groter, complexer geheel. En, en, en laten we ook kijken... Niet waar hoe we ons beleid met het Europese beleid kunnen koppelen. Nou, dat heeft Timmermans gezegd. Die zegt eigenlijk in principe hetzelfde. Nou goed zo, laten we dat vooral die richting inslaan. Jij zei nu. Uh... Je begrijpt natuurlijk dat als je serieuze klimaatmaatregelen wil nemen, dat dat Europese maatregelen moeten zijn en niet alleen in Nederland of in Luxemburg. Maar dat gaan ze ook doen, hè? Kijk, in Luxemburg zit, zit zo goed sowieso wel. Daar hebben ze een enorme staalindustrie, toch? Ja. Hey, niet meer waarschijnlijk. Jij noemde de industrie met datastiel al, maar ook de mobiliteit en de elektriciteitsopwekking zijn heel vervuilend. Dus daar moet die CO2-uitstoot ook omlaag. Ja, nou, daar kun je iets bij voorstellen natuurlijk. Maar we hebben bijvoorbeeld, nou zo'n dag als deze, dat waait niet hard genoeg. Maar dan heb je al gehoord dat het, het verbruik relatief klein is en de productie geweldig hoog, namelijk door al die zonnepanelen, inclusief natuurlijk die windmolens. Sterker we... nog, was het niet al een dag dat in dat feite. De, de, dat, je, dat je betaald werd als je elektriciteit gebruikte? Je, je kon je elektrische auto urenlang opladen. en dan kreeg, dan kreeg je betaald voor het feit dat je, dat je dit spul gebruikte. Maar je, elektriciteit hebt nu, gebruikte. je hebt nu een paar uh, weken, maanden heb jij zonnepanelen. Hoe bevalt je dat? Geen idee, want mijn, mijn, mijn app is geknald. Dat was geknald, die is gek geworden. Je moet hem updaten misschien? Nou, dat zou kunnen, maar hij beweert dat zowel mijn mailadres als mijn eh, oh jee. Eh, heet het? password die, die kloppen. niet. Oh jee, dit heb ik eerder gehoord. Ja? Ja, met de museumjaarkaart was er ook iets met een password wat niet goed was. Ja, dus ik, nu zit <laughs> ik, ik heb, en ik heb natuurlijk, ja, zoals gewoon, ik heb een kleedtag, dus ik denk, maar ja, misschien gaat het vanzelf over. hè? Ik denk vaak bij dit soort van digitale dingen, misschien gaat het vanzelf over. Maar, dus ik zal, maar ik moet de installateur bellen om te vragen. Iemand zei natuurlijk heel praktisch, je moet hem gewoon die app nog een keer overnieuw installeren. Waar heb ik dan weer informatie van de installateur van nodig? Maar met andere woorden, je hebt geen inzicht op dit moment in wat je opwekt. Nee, al, al op zijn dag als deze. Ik heb begrepen dat ze bij hele zonnige dagen, als het nog niet echt zomer is, het meest efficiënt ja. zijn. Dat wist ik niet, maar zo is het. En nu is het? Nou, het is al wel redelijk strak. En, en zo'n zo zonnige dag, dat zie je in. Toen ik dat nog kon bekijken. Zie je dat omhoog knallen. Ja. Mm. En zie je dat hij dat al heel snel aan zijn maximum productie zit: 12 Twa panelen. Jouw vrouw heeft die app niet? Nee, mijn vrouw heeft die app niet. Waarom zou ze ermee moeten? Nou dat jullie beide de inzicht in hebben, maar ik kan me voorstellen. Nou ja, zeg. ik had met die app natuurlijk ook al dat ik, waarschijnlijk was die al een tijd op hol geslagen, ik weet het niet. Eh, want in het begin kijk je elke 2,5 uur en daarna kijk je elke dag even. En daarna bij het volledig vergeten kijk je na een week pas. En, ja, zo, in dat stadium was ik al geraakt. En toen beweerde die ineens dat ik een door en door onbetrouwbare oplichter was, die probeerde in die app van Verosm te kijken, terwijl die. Eigenlijk een, een, een gevaarlijke indringer was. Nog even kijken naar de, de pompmaatregelen. Hè. Ze schrijven aan de pomp worden benzine en diesel enkele centen per liter duurder door een verplichte bijmenging van de biobrandstof. Ja, daar ben ik tegen biobrandstof. Volgens mij is dat daar is ook veel over gepubliceerd. Ik heb er niet veel verstand van. Maar het zijn volgens mij zijn er labmaatregelen. <laughs> Maar dat, heb je dat ergens gelezen? Ja, heb je, dat dat, je hebt natuurlijk je hebt dat ethanolprobleem in de Verenigde Staten. Dat is echt verspilling van, 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 laten we zeggen, biologisch materiaal. Maar als ik het dus goed begrijp. Ik, er, ik wil het samen er erin verdiepen en dan zullen we het volgende keer aan okay, de orde stellen. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we even kijken naar waar komt dat geld nou vandaan. 28 miljard, dat komt uit het Klimaat- en het Transitiefonds van 35 miljard, wat daarin zit. En daar moet Nederland, komt hij weer koploper in Europa worden op dit ach, gebied. Jee, ach, jee. Kunnen we nou eindelijk eens af van dat, dat achterlijke competitieve denken? Wat kan ons dat schelen voor koploper zijn? Laten we daar goed, hard aan werken. De kans dat we op dit punt koploper worden is volgens mij niet bijster groot. We, zijn, we horen nu tot de achterblijvers. He? Ja, dat zei jij het ook. We zijn het, het vieste jongetje van de klas. Ja. En dan moeten we ineens weer koploper worden. Wat, waarom? Dat heb je toch ook in die stomme sport. Altijd dat achterlijke competitieve denken. Hè? Dus een Nederlander moet winnen in de Tour de France. Hè? Die brave Deen die hard gefietst heeft. Die is bewonderenswaardig. Dat je uit zo'n klote landje de Tour de France kunt winnen. Nee, het moet een Nederlander zijn. Hè? Misschien hebben we het nodig om een beetje competitie aan te wakkeren. Nee, je had al die competitie. We zijn competitieziek. Oké. Okay. Laten we dan gewoon doen wat we moeten doen. En of we dan de beste van de klas worden. Dat... dat en dan krijg je toch... Nou ja, dat had je in Amerika. Dat is overigens een heel typisch verschil tussen Amerika en Nederland. In, in Amerika werd op high school werd, en, 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 altijd de verkiezing gehouden. Ik geloof in het laatste jaar. Uh, en dan werd de, de most likely to succeed leerling aangewezen. Dat vind jij <laughs> toch als Nederlander een beetje denk flikker nou toch op. En wat was dat voor iemand? Nou ja, je begrijpt, dat zijn altijd praatjesmakers die goed kunnen hockeyen. Nou ja, bij ons dan hockeyen, maar daar weet ik het wel iets anders. Een andere sport waar ze goed in zijn. Omdat dat natuurlijk een leeftijd is dat er nog, nog naar sportprestaties sterk gekeken wordt. Zeker in Amerika, waar je natuurlijk ook bij een universitaire carrière enorm kunt profiteren als je goed bent in bepaalde sporten. Maar wij vinden het toch, wij zijn toch als Nederlanders, vinden wij het een beetje achterlijk om, om most likely to succeed te kiezen. Vind je dat niet een beetje, een beetje achterlijk? Ik kan me ook niet voorstellen dat het hier gebeurt, maar iedereen wil natuurlijk wel een beetje de beste zijn. Die competitie voel je natuurlijk toch in de klas en ook op, in bedrijven voel je dat toch wel. Ik weet het niet. Volgens mij ben je de beste als je daar veel plezier in hebt en het talent hebt om dat om te zetten in redelijke resultaten. Ja. Ik, heb ik steeds gedacht bij de studie, ik moet wel de beste zijn van dit jaar, want anders kan ik niet slapen. Nee, natuurlijk, helemaal niet. 0,0. Nou ja, goed, maar met. Denk, de... Maar als je als er je toch zat dat het nuttig was om je best te doen, dat begreep ik van veel studenten niet. Als je er toch heen bent gefietst en zo, dat je, dat je dan daar een beetje voor Jan Doedel zit, ja. dat, dat begrijp ik niet. Maar, maar, maar heb ik voortdurend gedacht, ik moet de beste zijn. Hè? Nee, ik vind het leuk dat wij met die podcast in de top 10 staan, maar ja. Maar bijvoorbeeld met de slimste, als we dat vergelijkt trekken. Jij vindt het toch wel belangrijk dat je op één staat? Of in ieder geval dat er goed naar gekeken wordt? We staan helemaal niet op één, natuurlijk. Dan zou... Ik heb al wel nou. voorgesteld, trouwens, in kleine kring. Om op ons podiumpje nog wel eh, zo'n kok in te huren. Ja, alles te combineren. Ja, dat ik dan de dus tropische gerechten ja. klaarmaken. Maar dat roep je al zo lang, dat en wordt niet opgepakt. En eventueel op een ander hoekje, dat, je, dat daar nog reclame wordt gemaakt voor boeren die op zoek zijn <laughs> naar hun vrouw. Ja. Ik, heb ook wel eens ge... ik dacht zelf in mijn oneindige naïviteit dat boeren heel moeilijk een vrouw konden vinden. Maar dat blijkt niet moeilijker dan andere beroepsgroepen, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft is het ook flauwekul. Dus je zou kunnen maken vrachtwagen zoekt vrouw, vrachtwagenchauffeur zoekt vrouw. Bijvoorbeeld, ja, pasta. ik denk dat je daar een hartstikke leuk romantisch getint programma van kunt maken. Vuilnisman zoekt vrouw. Zelfs dat. Ja. Kijk, als je, als je dat talent hebt om leuke televisieprogramma's te maken, kun je echt, ik zweer het je, van alles een leuk televisieprogramma maken. En vaak zijn dat natuurlijk bedacht elders. Die bakkerij, hoe heet het, de Heel Holland -bakt. Is gewoon, ik heet English Bake Van de BBC, hè? Dat is een ja. was een BBC-programma. Dat is overgenomen, dacht ik, door ITV. vrouw ook. Ja, is dat ook elders? Ja, bedacht? in ieder geval komt het volgens mij ook uit het Verenigd Koninkrijk. ja. Oh, nou, kijk, dus dat. daar dat zijn ze hartstikke goed in het bedenken van formules. Of neem dat de alleraardigste programma van, uh, waar je afstamming wordt uitgezocht. Weliswaar besteden ze er dan daar vier keer zoveel geld. Aan. DNA onbekend? Ja. ja. De, nee, 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 nee. Nee, dit heet anders. Maar vergeet hoe het. Heet. Ik vond het zelf een heel leuk programma om te doen. Ook een BBC-idee van ons bij. Maar goed. Dus ja, als je een leuk idee hebt en je hebt dat talentvolle uitwerken, dan, dan wordt het wel wat. Maar dus hebben ze dus dat in je Amerika? Kunt ook over oude fietsen een heel leuk programma maken. Hebben ze in Amerika dat nog steeds? Die, dat principe wat je net vertelde van dat beste kind van de klas. Dat weet ik niet. Maar het was een bekend verhaal. Most likely to succeed. Oké. Okay. En, en sowieso is, dat, dat is algemeen bekend. Ook aan universiteiten is, is de zaak daar een stuk competitiever dan hier. Mm. Ik weet trouwens, ik, ik dat is altijd het probleem. met je uit te spreken over de, de aard van het de, de universitaire bedrijf. Ik heb natuurlijk alleen maar ervaring met geschiedenis in Utrecht. Dan kan best zijn dat geschiedenis in Groningen. van een uniek competitief karakter is en een niveau. Niet waar, wat elders in de wereld nooit gehaald wordt, dat weet ik niet. En laat staan, ik weet ook niet hoe het bij wiskunde toegaat. Nou, een oproepje aan onze wiskunde luisteraars. Wiskunde is natuurlijk iets, kijk, heb je voor een geschiedenisstudie heb je ook wel een soort talent nodig, maar het is vrij diffuus. Maar, maar wiskundigen zijn vaak. Uh, meisjes en jongens die goed in de wiskunde zijn, ja, dat, dat merk je direct. Ik had een goede vriend op school en die. Als er iets nieuws bij de wiskunde werd aangeboden, dan had ik er dagen voor nodig om überhaupt te begrijpen waar het over ging. En hij begreep in, eigenlijk in, in een fractie van een seconde dat het niet anders kon zijn dan zo. Ja. Er werd dat laatst niet in de Tweede Kamer gezegd, dat ze daar opriepen om meer beta-mensen de Kamer in te halen. Want er zaten allemaal alfa-mensen. Het uh... zou een onbeschrijfelijke zegen zijn. Ik heb altijd diep in mijn hart heb ik meer vertrouwen gehad in Merkel dan in al die andere leiders van de Europese landen omdat ze een typische beta was. Wat ook soms heel nuttige feestjes, Ook in, in de covid-crisis. Wat heeft er. ze gestudeerd? Uh, nou, volgens mij natuurkunde. En Daarbinnen iets met kwantum. Met iets kwantumachtigs. Dus daar had ik. Ik dacht, dat is altijd beter dan al die juristen. Dat is nog interessant. Ik, ik heb ook hele goede juristen hoor, daar niet van. Dat is nog interessant. Dat, dat je eigenlijk bij, als je op iemand gaat stemmen, eens even moet kijken. wat heeft die persoon al nou gestudeerd? Zeker dan zou ik. Ik zou het hele idee meer het als in de Kamer. dat jaag ik van harte toe. Van harte. Ik weet even niet meer wie dat is. Ik jaag het van harte toe. Oudere minister-president. Dat hebben we ook al inderdaad al geconstateerd, ja. ja. Neem gewoon eens een zestiger. Hè? Wie is nou onze meest effectieve politicus geweest van de afgelopen jaren? Beminnelijk, rustig, eh, effectief. Remkes! Die is die, wat is die Remkes? 74 of zo, weet ik veel. Heeft de VVD een toppoliticusman die problemen oplost. En, en dat is een soort wonderlijke outsider die, die her en der op, op missie wordt gestuurd om de boel op te lossen. Ja. We zijn nu vreselijk afgedwaald weer van het klimaatplan. Ik moest even nadenken, we hadden het ook alweer over, maar dat was het klimaatplan, het klimaatplan met inderdaad het vieste jongetje van de klas en we moesten nu vooral tempo maken. Dat was het ja, dat zei je. Nou ja, wie is daar tegen? Daar is niemand tegen natuurlijk. Ik zou zeggen, sowieso geldt voor vrijwel alle dossiers waar deze regering mee worstelt dat het woord tempo maken. Sterker nog, je wordt er haast een beetje lacherig van. Als ze nou iets doen, dan is het eigenlijk niet tempo maken. Nee. En jij zegt wel, iedereen is tevreden, maar we hadden natuurlijk agenda. die duurzaamheidsorganisatie, ja. volgens mij hebben die via de rechter zelfs gezegd van Nederland moet die CO2-uitstoot naar beneden brengen, die hebben nu gezegd van ja, leg nou eens uit, Jet, hoe gaat Nederland er dan uitzien als ja. het groener wordt? Want dat is allemaal wel mooi gezegd, maar wat zeker, betekent dat? Zeker. Ja, nee, maar dit is natuurlijk wel, Het is al een tijdje zo. Dat onze, onze regering die exceleert in het doen van beloftes, vaak op het termijn dat je denkt. Ja, 2050, daar kan ik ook wel van alles beloven. Ja. Hè? Ik ben bijvoorbeeld in 2050 107. Dus we kunnen ervan uitgaan dat ik er niet meer ben. Ja, hij zegt dat iedere keer, maar je weet niet wat er nog allemaal in de techniek mogelijk is. Misschien we je weer in of zo. Ja, dat zou kunnen. En Dat ik dan tegen 2070 rond door. Zo. Nee, ik, ik wil absoluut niet mijn kinderen en mijn kleinkinderen overleven. Absoluut niet. Even kijken wat Urgenda nou zei. Nou, dat is allemaal wel leuk, zo'n waslijst aan maatregelen, percentages en moeilijke woorden. Maar maak nou eens aanschouwelijk waar we naartoe gaan bewegen. Een beeld van de toekomst, dat neemt mensen mee. Ja, ja ook daar moet je enorm voorzichtig mee zijn. Hè? Je moet ook, ook ten aanzien van de toekomst, dat je moet, moet laten we zeggen, er moet gefaseerd over nagedacht worden. Als jij een, een model hebt, want het is natuurlijk allemaal modellenbouw, eh, voor over 100 jaar, dat is gewoon een slag in de lucht slaat nergens op. Nou, misschien dan toch even een landsbreker voor Jan Rotmans. Zegt die naam je iets? Nee. Die is ook zo'n congresman die overal spreekt. Hij is professor aan de Erasmus Universiteit en die heeft samen met allemaal architecten een filmpje gemaakt van Nederland in 2100 volgens mij. Ja, dat is dus een hartstikke leuk werk, maar dat is pure uit de duimzuigerij. Maar het is wel leuk werk. Maar dat is wel inzichtelijk maken hoe het eruit ziet. Ja, dat wel. Maar we in ieder geval over tachtig jaar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is pure fantasie. Dat is toch op het, op het niveau van die, van die auto's die kunnen vliegen. Grote liefhebberij. Van... Maar heb je het filmpje gezien hoe het Nee, is? ik heb het niet gezien. Maar ik had nogmaals, een, een, een toekomstvoorspelling van, met enige concrete waarde over een termijn van acht decennia, daar geloof ik okay. voor geen meter in. Nou, als ik het me goed herinner. Want heen, dan heen. denk ik altijd bij mezelf: laten we nou eens even teruggaan, 80 jaar. Nee, laten we een honderd jaar teruggaan, 1923. Nou, ik kan je wel zeggen dat ze in 1923 op tal van terreinen niet de flauwste hadden van wat er zou gaan ah, gebeuren. Ik vond het toch niet zo gek wat hij presenteerde? Nee, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat het vanuit ons perspectief een hele nuttige indruk maakte. Ja, wat ik me nog kan herinneren. Ik kan alleen zeggen dat we nog zullen opkijken van die dingen die gaan gebeuren waar we geen flauwe aandoening van hadden. Om het eens even op zijn Duits te zeggen. Hij had dus de Noordzee helemaal vol gebouwd. Dat is één drukte met, met zonneparken, windmolens, et cetera. Nou, nou, dat... daar kun je best dan wat van die windmolens ja. bij. De helft van Nederland was ondergelopen. Nou, niet de helft. Een deel van Nederland was onder water gelopen. Nou, daar zou ik niet tegen zijn. Dus dat had maar gekregen. dat gaat denk ik niet gebeuren op die termijn. Hmm. Nou goed, ik moet er nog een keer terugkijken, want dan zeg ik dingen die, die ik niet meer goed kan herinneren. Ja, maar. stuur het me even, dan gaan we, dan gaan we het volgende ja. week bespreken. Maar dat je hem nog niet tegengekomen bent, want die rotmans die staat op ieder congres te praten en te orakelen. Ja, maar ik word nooit voor congressen gevraagd. Of ik moet zelf iets zeggen. En dan ben ik meestal de laatste spreker die oh, nog een beetje een is... lolle draai moet geven. Nou, ik gun je dat je hem een keer hoort, dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Ik zal het filmpje even opzoeken. En dan toch zeker niet in gebroken engels, of wel? Nou, dat zal die vast ook doen, maar dit, dit deed hij allemaal in het Nederlands. is oh, goed zo. Ja. Hé, hey, nog even kijken naar een andere uh, partij die niet blijft, de elektriciteitssector. Ja, die wordt ook flink aangepakt in de plannen. En die voorman die zegt van ja, allemaal wel belangrijk, maar de randvoorwaarden die ontbreken, dus we kunnen helemaal niks. Nee, daar heeft hij groot gelijk in. Maar wat zijn dat dan randvoorwaarden? Nou ja, dat het net onvoldoende is. Er ja, zijn allerlei plekken in Nederland waar als je een briefje schrijft, ik wil graag, ik heb een leuk bedrijf. Ik wil graag aangesloten worden op het net en dan krijg je een briefje terug dat het niet kan. Ja, daar hebben ze te weinig in, in geïnvesteerd. Het net is toch nog de verantwoordelijkheid van de overheid. En ook daar hebben ze, hebben ze weer tekort geschoten. Maar is dat erg? Ja, dat is verschrikkelijk. Als je van plan bent om de hele wereld te elektrificeren, en dat zijn ze van plan uiteindelijk, dan is het vrij erg dat je dus niet gepreludeerd gepre hebt. Niet, niet een voorschot heb genomen door het, het net ook een wat ruimere capaciteit te geven. Maar hadden ze dat kunnen weten? Ja, natuurlijk hadden ze dat kunnen weten. Maar hoezo dan? Ze hadden vrijwel alles wat ze niet hebben gedaan, hadden ze kunnen weten. Maar je zei net van we weten de dingen nog niet die er allemaal gaan gebeuren. Nee, maar dit had je wel kunnen weten, ja. Als je op grote schaal auto's gaat elektrificeren, moet je er wel van uitgaan dat dat consequenties heeft voor je elektriciteitsnet. Hmm. Dan ja, ik zou zeggen full speed ahead. Oh nee, ik moet zeggen, volle kracht vooruit. Hé, hey, dan nog één ander puntje, en dan houden we erover op hoor. Maar geen vleestaks is afgesproken? Geen vleestaks, nou dat kan wel helemaal. Ik eet nauwelijks vlees, dus dat. Eh... Bitterballetje ik, wel af en toe, toch? Nou ja, een bitterballetje, maar. Ik, ik, ik ben echt een, een, een eitjesman. Dat is natuurlijk ook zielig voor die kippen, maar. Ik, ik ben niet. Eh... Ik ben niet een vlees. Ik zat in dat restaurant gisteren. En links van mij zaten twee. Ja, ze zagen eruit als kinderen en die kregen een vleesschotel opgediend. Nou, dat was echt een kwart van een koe. Het was indrukwekkend werkelijk. Ik neem aan dat ze het allemaal opgereten hebben. Maar kun jij nog lekker genieten van een biefstukje? Dat je denkt, oh lekker. Nou, ik ben niet zo'n geweldige vleeseter. Ze nooit maar geweest Dan een roerijtje of een fijne omelet met, met peterselie. Dat vind ik heerlijk, ja. Ik ben natuurlijk nog dol op zoete gerechten, maar dat is nou weer wat anders. En frietjes eet je ook graag, hè? Ja, frieten. Hè? Een dag zonder friet met mayonaise is niet geleefd, zoals je weet. En vind je van jezelf. Te... Hele ordinaire smaak heb ik voor, eh, voor simpele gerechten. Ja, maar, en je, vind je dat je een gezonde eter bent? Ja. Heb ik niet al eens eerder uitgelegd dat ik geheel koers op een artikel wat ik alweer jaren geleden gelezen heb? Namelijk dat uh, mits je niet rookt en niet drinkt. is het voor mannen boven de 75 doet het er niet zo verschrikkelijk veel toe wat ze eten. De kans dat die nog met vezelrijk voedsel het leven nog tien jaar kunnen verlengen. dat is gewoon flauwekul. Je moet het ook niet, niet overdrijven, maar je kunt rustig poffetjes eten. En welke deskundige schreef dat? Weet je dat nog? God mag het weten, was in de New York Times. Wow. Het zou best kunnen zijn, want je hebt natuurlijk ook een snel verouderend abonneebestand. zeker van de papieren krant. Dat ze gewoon af en toe zeggen: jongens, we gooien wat, uh, wat optimistische berichtgeving voor bejaarde mannen, gooien we erin. En die 200 groente en fruit, red je dat per dag? Nou, dat zou ik best eens kunnen, kunnen doen, ja. Hmm. Dat we zeggen, ik heb bijvoorbeeld nu nog helemaal niets gegeten behalve een heerlijke banaan. Dat is toch ook fruit? Maar je niet? bent net wakker, hè? Ik ben wel net wakker, ja. 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 Hey, geen einddatum bepaald voor de zin. En het is, het is aspergetijd. Oh heerlijk, ja. Ik ben dol op asperges. Dat is ook heel gezond, ja. Dat zal ook wel goed zijn, toch? Vanwege de vezels en alles wat ja. erin zit. Ja, zeker. Hey, het is ook nog onduidelijk hoe het met de landbouw verder moet. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Want daar moet volgens mij. Wordt daar nog steeds onderhandeld over een, 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 groot, uh, nou ja, een groot slotstuk, om het maar zo te zeggen. Een groot definitief besluit waar alle partijen het mee eens zijn. Die verliepen moeizaam, begrepen Het landbouwakkoord. Ja. Waarvan we niet mochten zeggen dat het geklapt was. Oh, dat is, dat is eigenlijk geklapt dus. Nou, van de tak die kwam naar buiten toe en die zei: er is niet geklapt. Ze gaan nu volgens mij op individueel, individueel <laughs> okay. niveau gaan ze verder praten. Okay. En in die grote groep kwamen ja, ze. Ja, zo mee. gaat dat altijd. Dat je dan aan tafel krijgt je ruzie. En dan gaan ze uit elkaar. Dan gaan ze allemaal in een apart hokje zitten. En, nou ja, wie weet. Ze zeggen: bel Remkes nog eens. Ik heb ook nooit begrepen, die Remkes over die stikstof. Heeft hij een, een prima rapport geproduceerd waar iedereen het mee eens was. En dat kan dan ineens weer niemand. dan zijn ineens allerlei mensen die het er niet mee eens zijn. Mm. Kijk, daar zou ik zeggen: pak dat keihard aan. Ja. Ja, dat, is, dat is geen onderhandelen. Dat is ook geen, geen, dat is geen besturen. Dat is geen management. Nu we het uh, een tijdje over treinen hebben gehad door jouw reis naar Wenen. Zie je dat ook heel veel uh, luisteraars onderwerpen over treinen sturen. En zo werd van de week ook het bericht gestuurd dat de trein ook in Nederland flink duurder wordt. Er komt een spitsheffing zelfs. Dus als je in de spits gaat rijden met de trein, dan wordt het duur. Ja, dan moet ik zeggen dat in Nederland gebruik ik de trein helemaal niet. Uh, of ik rij er zelf heen. Uh, met name natuurlijk in het, in het oosten, uh, zuiden en noorden van het land, kan ik overal zonder enig probleem parkeren. Dus daar rijd ik dan zelf wel heen. Of ik word in mijn eigen auto daarheen gereden. Moet ik bijvoorbeeld naar Amsterdam. Waar was ik. Uh, ik was in Amsterdam afgelopen. Uh, Vrijdag, nee. Afgelopen dinsdag. Dan ga ik per taxi. Ik kijk wel in, Ik Ga daar aan die boele en nee, dan ga ik niet parkeren of zo. Ik heb ook geen zin in parkeergarages. Ik wil gewoon voor de deur afgezet worden. En als ik klaar ben, dan word ik voor de deur weer opgepikt. Dat is natuurlijk een luxe probleem, dat begrijp ik ook wel. Maar eh, was er ook niet iemand trouwens die zei na van, ja, die volgens hem zit met te zeiken over die treinen. Maar laten ze dan niet met auto en chauffeur door Europa rijden? Nou, dan is dat wel dat een prijzige kant. Maar het is een goed idee, ja, dank u wel. Maar nu betrek je het heel erg op jezelf. Maar het is natuurlijk voor mensen die afhankelijk zijn van de trein wel Absoluut, is dat is een groot probleem. Ik hoop, mijn ja, god, ze hebben het abonnementen en zo. Of ja, rittenkaarten of heet, al die dingen meer. Maar we hebben het net over duurzaamheid gehad. En dan moet je dus ook uit de auto het liefst, of een elektrische auto, en de trein in. En ja. dan wordt het duurder. Ja, kijk, dat, we hebben, dat hebben we het eerder over gehad. Dat hele gepraat, met name ook van de linkerkant, dat we allemaal het openbaar vervoer in moeten. Dat is lulkoek. Dat is gewoon lulkoek. Uh, zeker alle ouderen in Nederland. En je weet, er komen er steeds meer. We hebben het Biden-probleem al aangesneden. Uh, die zal waarschijnlijk heel weinig met de trein gaan. Of misschien toch maar een klein eentje. Uh, nee, het, het openbaar vervoer is voor, ik zou zeggen, vrijwel alle 75-plussers. die op enige wijze wat moeilijker lopen. of toch gewoon oud zijn. of bagage bij zich hebben. een onmogelijke toestand. En dat geldt voor de bus. En dat geldt in feite voor, voor, het, voor het treinvervoer. Je kunt je, je voorstellen. Zo'n zo bejaarde, moeilijk te benen, heeft een koffertje bij zich. En dan, en dan die, dat rare dringen bij die deuren van het spoor, van het spoorbedrijf. God, de laatste keer dat ik ooit met de trein met mijn echtgenoten. Kijk eens wie daar rijdt. Daar gaat jouw auto. Mijn dochter. Ja. Um, de laatste keer dat ik met. Mijn echtgenoten naar Amsterdam gingen dat ik het, 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 het armzalige idee had, weet je wat, we gaan per trein. Ik reis toch eerste klas. En nou ja, allemaal weer helemaal niet nagedacht was net toen ik gisteren ook naar de binnenstad liep en ik denk, de hele gekke brigade is uitgerukt, zal ik maar even zeggen. Ze hadden allemaal hoedjes op en strepen op het gelaat en zo. Het mensen Word je dan ook toch... nog extra lastig gevallen omdat jij natuurlijk een, nou, een publiek figuur bent? Nee. 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 Ja, ik werd, ik werd aangesproken door een meneer in een grote auto die zei: U bent nog wel laat op straat. Die maakt zich zorgen. Ja, die maakte zich zorgen ja. dat het met mij de verkeerde kant op ging. Uh, nee, dus het openbaar vervoer wil je dat ook oudere mensen, mensen die iets minder goed te been zijn, die in allerlei wat op welk punt dan ook iets minder valide zijn dan een, een atletisch type van 31. Als je die in het openbaar vervoer wil hebben, dan moet er heel veel veranderen in het openbaar vervoer. Dat is een utopisch idee dat iedereen daarin kan en dat dat altijd ook maar moet gebeuren. Waar moeten ze mee beginnen dan, wat jou betreft? Nou, ten eerste moet het openbaar vervoer overal toegankelijk zijn. Kijk, als je aankomt met de trein uit Wenen, dan kom je in Utrecht aan, ik geloof, op spoor 19. Dan loop je dus in de richting van de taxistandplaats. Dat alleen al is, uh, ik schat, 800 meter lopen. Met je bagage. Ja, dat is voor iemand van 30, die denkt: ja, nou, hoezo is dat een probleem? Het is net met trappen in je huis. Je woont decennia lang in een huis met twee betrekkelijk steile trappen. Ja, daar denk je helemaal niet over na. Nou, als iemand zou vragen: heb je trappen in huis? Dan moet je even denken: heb je trappen in huis? Ja, verdomd, ik heb twee trappen in huis. Tot je oud wordt. En dan zijn die trappen plotseling een hinderpaal in je huis. Nou goed, dat kan tijdelijk en, en enigszins opgelost worden met een traplift, maar toch. Nee, laten al die openbaar vervoer nou eens uitleggen hoe het zit met mensen die de 80 naderen en die bagage bij zich hebben. Ja, dan wil ik wel eens graag weten hoe dat gaat. Ik wil eventueel, we kunnen misschien podcastgewijs proefreizen maken. Ja, en dan, dan doe jij net of je er niet bij bent. En, en ik... ik, ik Attendeer op de problemen die zich voortdurend op elk moment voordoen. Nou, dat vind ik wel leuk al, al is het maar om, om in de trein te stappen. Ja, nou, dat vind ik wel leuk, want dan krijg je dus, uh, maak je zichtbaar... Waar... Praktisch, dan maak je praktisch ja. zichtbaar. We starten ook in zo'n Brabantsdorp waar ze net de laatste bushalte hebben opgeheven. He? Goed idee. Misschien ah. kunnen we Koolmees ook meenemen dan in de trein. Ja, Koolmees is van harte welkom. Heb je net uh, die, die nieuwe trein niet gezien? Zeker, die had ik al gezien omdat ik eh, met Emma Wortelboer. met twee jongens was gaan praten. die een soort eigen spoorbedrijf opzetten. om in heel eh, Europa nachttreinen te laten rijden. En daar stond dat ding al. Daar stond hij al klaar om de volgende dag gelanceerd te worden. Woordzaal, ik vond dat hij er dat tiptop uitzag. en ik begreep dat hij wel 200 km per uur kan. Dus dat is een revolutie op het Nederlandse spoor. Maar <laughs> ja. we hebben nu geleerd dat het veiligheidssysteem berekend is op 130, dus dat zal nog even moeten veranderen. Op papier kan die 200 en de praktijk is vaak dan inderdaad anders. Ben je er ook in geweest? Nee, ik ben er niet in geweest. Oh. Maar ik vond, er, er stond een meneer naast de open cabine waar de machinist in zit. En het zag er wel lekker uit, vond ik. Ja, volgens mij veel meer ruimte ook voor bagage. Ja. Daar hebben ze rekening mee gehad. Had ik aan. jou nou nog die, die, die uh, installatie laten zien van die... Van, die, van, die, van Kitty, van die... Ja, die podcast, ja. ja dat, dat was dat ook enorme, wel... Die ja. enorme apparatuur, ja. Ja, als je dan denkt, wat een simpele apparatuur wij hebben, ja, terwijl kastje. het prima werkt, toch? Ja, een kastje en twee microfoons ja. en een kabeltje. Precies, simpele dingen werken vaak bij Ja, jou. ja maar dat is natuurlijk een professor, hè, dus die maakt het allemaal wat gewichtiger. En die moet dat iets... Uh... Daarom, ik ben gelukkig geen professor meer. En die, die podcast staat ook nog steeds niet online, dus dat, uh, dat duurt ook nog enorm lang voordat het... Uh... Nee, want ze zou mij nog een voorlopige versie sturen, ja. maar die heb ik nog niet gekregen. Nee, nee die zijn nog druk aan het monteren. Nee, maar een gemonteerde versie. Ja, Oké, okay. een conceptversie. Maar goed, de, want jij hebt met een keer gezegd, we moeten een keer over het openbaar vervoer hebben. Dat heb je dus bij deze gedaan. Voor, voor 60-plussers is het niks. Niet goed. Voor nou, 60-plussers dan zijn we wel goed, maar laten we nou eens zeggen... Voor iedereen die wat ouder is en die op enige wijze bijvoorbeeld moeilijk loopt of, of anderszins gehinderd wordt door een of andere kwaal of probleem, is het openbaar vervoer een zeer ontoegankelijk systeem. Ja. ja. En nog even dit wereldwijd draagt Nederland een halve procent bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Zo, 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 zo. Dus wij hoeven niet zo heel veel te doen. En dan, daarom zei ik ook straks, we zijn geen dorp. We zijn niet een, een soort dorp wat op een eiland ergens in, in de in Atlantische Oceaan gesitueerd is. We zijn gewoon een onderdeel van een veel groter systeem, ja. namelijk de Europese Unie. En we moeten ons beleid ook aanpassen en onderbrengen in een groter systeem, namelijk dat van de ja. Europese Unie. En daar staat hier, dat is in graden, temperatuurstijging helemaal niet uit te drukken. oh dat ook nog. En dat Nederland zoveel wil doen aan reductie staat hier, terwijl China en India de ene na de andere kolencentrale openen. Nou, in China wordt wel degelijk ook. Ik zag dat er in, ergens in India, een vrij interessant stuk, was een, een zonnecentrale geopend. Dus je zag ook, weet je het, met zonnepanelen, met de afmetingen van het eiland Manhattan. Dus dat is geen kattenzijk. Nee. Ja, en dat, is natuurlijk dat, die, dat, dat produceert natuurlijk gezien ook het klimaat ter plaatse zal dat fors kunnen produceren. Ja, maar je hebt gezegd we hebben onze handtekeningen onder dat klimaatakkoord gezet van Parijs en dan moeten we ons ook aan houden. Ja, dat vind ik dat wel. Erin. Ja, Zoals het daarnet net al, al proberen uit te leggen. Als je een akkoord hebt, waarover dan maar en waar dan ook maar gesloten, wat, wat serieus bedoeld is, dan moet je daar aan houden. Dan moet je niet gaan zitten voezelen dat je daar eigenlijk niet aan houdt. Ja. dat je dat je net op het juiste moment de andere kant op kijkt en nou ja, wat, wat ook voor dat, dat, dat akkoord van Remkes -Gold. Ja. En nog even aantekenen hier. De Tweede Kamer is akkoord, maar het moet nog door de Eerste Kamer dat plan. En daar heeft het kabinet geen meerderheid. Nou, die halen ze wel. Link zal wel een paar voorwaarden stellen, maar die gaan ze wel halen. Oké. Okay. Vind je deze podcast leuk en uh, wil je niks missen? Abonneer je dan gratis en voor niks op dit kanaal. Historisch gesproken is het voorbij met het CDA, dat denk ik wel. We beginnen met breaking news. Russische news agencies are reporting dat Mikhail Gorbachev is. Als je de revolutie natuurlijk ziet in de kern van zijn idealen. namelijk dat de mens daadwerkelijk bevrijd zou worden. Dat dit het eerste menswaardige regime ter wereld zou worden. waarin de proletariërs, de verdrukten der aarde, zo u wilt, eindelijk aan hun gerechter de historische trekken zouden komen, dan is dit natuurlijk de meest bittere en gruwelijke mislukking die er in de vorige eeuw geweest is. Verdiep je in de geschiedenis van de Sovjet-Unie met het luisterboek Lenin en Stalin door Maarten van Rossum. De link staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Tune daar nu in op Sea-Level met Wouter Kolk, de baas van Ahol Delhaize. Dat is het bedrijf achter Albert Heinenbol.com. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de aflevering staat in de show notes bij deze podcast.